on this street, please be careful. There are some speed bumps, so please mind that while you go over them. Nou, je ziet het, dit is niet zomaar een autovideo. We rijden op dit moment in, ja, wat je misschien wel kan stellen, de meest autonome auto die er is. Het is een prototype, een BMW 5-serie, een nieuwe BMW 5-serie. Die kan al best veel zelf. Deze kan nog veel meer zelf. We zijn in Las Vegas, de 6e Consumer Electronics Show is hier gaande. Zou je ook de Cars Electronics Show kunnen noemen. Hè? Er zijn heel veel auto's en heel veel toekomst. Deze auto kan heel veel wat wij in de toekomst allemaal gaan ervaren. En een van de dingen die je zojuist zag is het communiceren met verkeerslichten. De auto ziet wanneer het verkeerslicht op rood staat, uiteraard. Maar hij ziet ook wanneer die op groen staat. Dus dat kan hij je vertellen, zodat je klaar bent om te vertrekken. Maar wat hij ook kan, is heel veel zelf. Dat is waarom deze mannen bij mij in de auto zitten. Een veiligheidsexpert en een engineer. En die weten alles over deze BMW 5-serie Concept Car. Het werkt dus allemaal samen met Open Mobility Cloud. Dat is eigenlijk een soort digitale agenda. En dan moet je zien, Google heeft een systeem, hè, dat heet Home. En Amazon heeft ook zo'n systeem. Dat is eigenlijk een soort van paal in huis. En je praat tegen die paal. En die paal die vertelt dus alles. En die luistert en die slaat ook alles op. En al je afspraken die je hebt komen in een systeem te staan. En als je dan iets wil weten of zoiets, dan kun je het hem vragen. Nou, dat klinkt heel futuristisch, maar dat is er al lang. Dat wordt al gebruikt. En BMW werkt dus samen met dat Open Mobility Cloud. En daarin staat je agenda. Dus op het moment dat je in de auto stapt, dan weet die auto waar die naartoe moet. En houd je agenda op peil. Dat komt er ook allemaal in te staan. En eigenlijk is het een soort enorme combinatie van informatie. En mocht je nou denken, nou dat die robotauto, hè, dat autonome rijden, dat zal allemaal wel. Nou, het zal inderdaad allemaal. In 2021, we hebben het over 4 jaar verder, hè? 2021 haalt BMW level 4. En level 4, dat is een auto die heel veel zelf kan. Zelf parkeren, zelf sturen, zelf remmen op de interstate, de autobaan, de snelweg, zelf rijden, provinciale wegen, zelf rijden. Eigenlijk is er daarna nog maar één leveltje te gaan, dat is level 5. Dat is dus vanaf de plek waar je bent tot de plek waar je wil zijn, volledig autonoom. Uit 2021 kan BMW al ontzettend veel zelf. En het is op dit moment de leverancier van de meeste autonome auto's. Inmiddels hebben ze 8,5 miljoen auto's geproduceerd die in enige mate iets zelf kunnen. Ze liggen dus ja, mijlenver voor op de generalisten, hè? De normale merken. So now that we are in position, you can go ahead and activate the automated driving mode by pressing the button on the left hand side, with the blue dot. Yes, go ahead, press it. Okay. And now you can take off your foot off the gas pedal and release your hands. Okay. Hands off the steering wheel, feet off the pedals. How's that feel? Good. Very good. You can actually turn around and actually look at me. You don't have to even worry about the car in front of you anymore. Ik kan nu dus met jullie praten. Dat kan altijd al, maar meestal moet ik dan weer even terugkijken en nog weer een keertje naar jullie. En zo gaat dat, hè. Vanaf nu kunnen we gewoon met elkaar communiceren. Wat vinden we er eigenlijk van? En dat hij dat allemaal zelf gaat doen. Vinden we dat nou leuk? Is dat fijn? Ja. Nou ja, het is misschien wel niet zo leuk. Maar het zorgt er wel voor dat we uiteindelijk afgaan van die miljoen dodelijke slachtoffers in de wereld, in auto's, in het verkeer. 1 miljoen in de wereld, 600. In Nederland heel veel slachtoffers, heel veel ellende. En als we daarvan af kunnen, dan is dat misschien niet zo erg dat het ten koste gaat van rijplezier. Lijkt ver weg, hè? Achter het stuur zitten en toch passagier zijn. Het is niet ver weg. Dit is volledig operationeel. Er zijn wat uitdagingen. De maatschappelijke acceptatie. Jij als consument, ik achter het stuur. Wij moeten accepteren dat we in een auto stappen en dat het vervolgens allemaal vanzelf gaat. En wettelijk moet het natuurlijk ook allemaal mogen en kunnen. Technisch is het helemaal uitgefaseerd. Technisch kan het gewoon. Is het dan fijn? Willen we dit? Ja, goed. Kijk, ik ben autoliefhebber, jullie zijn dat misschien ook wel. Maar gelijktijdig hebben we vervoer nodig.
Want we moeten op die plek komen waar we willen zijn. En wat zegt BMW? Want BMW is de maker van de auto's met rijplezier. En ze zeggen, ja, dat stuur dat blijft erin zitten. Dus jij bepaalt als berijder, als consument, wanneer die auto het zelf doet en wanneer jij het doet. En dus kun je af en toe zelf sturen, het lekker beleven allemaal. En op de momenten dat je er helemaal geen zin in hebt en druk bent met je werk, doet die auto het zelf. Dat is waar het naartoe gaat de komende jaren. Maar uiteindelijk zal dat stuur verdwijnen uit de auto. Dan is die auto een apparaat dat jou van de ene locatie naar de andere locatie brengt. En dan heeft BMW nog wel een uitdaging. Want op dat moment dat het stuur verdwijnt uit de auto, ja, is die drivability, is dat rijplezier, ja, van ondergeschikt belang. En dat duurt nog een hele tijd. Dit, zoals we zojuist hebben beleefd, dat is in 2021 realiteit.